Ja, trainer Gert-Jan Karsten, jullie winnen hier met 3-1. De eerste helft zag het er nog niet echt naar uit dat het hier 3-1 voor jullie ging worden, hè? Wat vond jij van dit? Nou, het begin was nog redelijk, maar daarna... Ja, als je 5 kansen voor een leeg doel, want zo beschouw ik ze, mist, ja, dan heb jij gelijk. Maar het was natuurlijk wel duidelijk dat dit had na een kwartier al klaar moeten zijn. En als je dat dan niet doet, en dat is ons dit seizoen al een paar keer overkomen, dan wordt het heel moeilijk. En hun maken een knappe goal. Vonden ze technisch ook heel vaardig. Maar ze gaven ook wel genoeg weg, dus ze hadden ook wel vertrouwen. Na de rust komen die kansen ook wel weer, en dat bleek. Ja, en dan heb je natuurlijk, wat je de eerste helft nalaat, dat je dan binnen 15 seconden de eerste de beste goede aanval gelijk binnenschiet. Mooie goal. Krijg je natuurlijk wel een steuntje. En naarmate de tweede helft vorderde, vond ik wel dat wij verdiend gewonnen hebben. Maar ik vond de tweede helft werd het voetbalniveau niet hoger. Ik denk overal dat we terecht gewonnen hebben, dat we onszelf in de eerste 20 minuten tekort doen met het gemis aan grote kansen. Dat we daarna een fase hadden dat het echt tegen zat. Maar uiteindelijk denk ik dat we tevreden moeten zijn. Eerste wedstrijd naar de winterstop, 3 maanden niet gespeeld. Voor het eerst op ons eigen veld. Eigenlijk maar 1 keer op kunnen trainen, nieuw veld. Dus per saldo niet tevreden over de uitvoering, wel tevreden over de zaterdag. Ja, want wat je zegt, de eerste 20 minuten een paar grote kansen. Maar daarna was het voetballend. Was het ook niet dat je zoiets had van, nou, jullie zitten er heel lekker in of zo? Nee, maar ja, tegenstanders die stellen zich op je in, hè. Veel mensen achter de bal. Een geweldige goede omschakeling. Voor de goal kregen ze al een keer die voorzet voorlangs. Had er al in gekund. De goal was netjes uitgespeeld. Dus hun zocht ook met veel snelheid, met snelle diepe bal in onze rug, goede momenten. Ja, dat is gewoon lastig. Kijk, en als je dan gelijk in het begin van de wedstrijd een goal maakt. En het liefst 2, als je zoveel kansen creëert in de eerste fase, dan wordt het wat rustiger en het bleef een beetje onrustig. Nou, tel daarbij op een aantal wisselingen in de basis. Geeft ook de breedte van de groep aan, maar het geeft ook aan dat je weer even met andere mensen speelt. Marine Snoek op rechtsback voor het eerst dit seizoen. Nou, vult het uitstekend in, maar wel een beetje zoek in het begin. De vastigheid van Benny Dunnick, van Ieder Neentjes, ja, die ben dan ook kwijt. Lucas Graal, die vorige week nog geblesseerd was met zijn enkel, die dan weer invalt. Zie je ook wel weer dat ook wel weer een houvast geeft naar rust. Dus ja, per saldo, tuurlijk, je moet kritisch zijn en dan zijn we intern straks echt wel weer. Maar ik vind het nu vooral weer heel leuk dat we bovenaan staan. Want uiteindelijk, ook al hebben we meer wedstrijden gespeeld, staan we eerste. Ja, en andere ploegen moeten dat nog maar zien te halen. Zo is het. Ja, want uiteindelijk, conclusie is dus tevreden over de 3 punten, maar uitvoering kan beter. Uitvoering moet beter, want ik heb 3 opdrachten gehad. De eerste opdracht was linker rijtje, nou daar staan we. De tweede opdracht was aanvallend voetbal. Heb ik vandaag te weinig gezien. Wel de intentie, maar niet de goede uitvoering. En het derde was verjonging. Dus ik ben weer heel blij met een basisdebutant centraal achterin. Die het volgens mij ook nog meer dan uitstekend deed.